Dit is Giuseppe Garibaldi. Zijn woeste baard, die blik in zijn ogen en zijn kledingstijl verraden een onstuimig karakter. In Italië kun je niet om hem heen. In elke stad is minstens een straat, een plein of een restaurant naar hem vernoemd. En verspreid door het hele land staat een indrukwekkend aantal standbeelden van deze nationale held. Waar heeft hij dat aan te danken? Garibaldi is één van de vaders des vaderland van het moderne Italië. Zijn leven was een hartstochtelijke strijd voor een vrij verenigd Italië. Hij groeide uit van een lokale rebel tot commandant van een eigen leger met een internationale reputatie. Zijn levensverhaal en het verhaal van de Italiaanse eenwording illustreren een belangrijke vormende periode in de Europese geschiedenis. In een reeks van 3 video's duiken wij, Bas Pijnappel en Juri Nijboer, in het leven en de wereld van deze held. We beginnen met wat voorgeschiedenis, voordat Italië een eenheidsstaat werd. Want Garibaldi groeide op tussen de smeulende resten van de Franse Revolutie en een politieke elite die het liefst elke herinnering aan die tijd wilde uitwissen. We analyseren daarom eerst de politieke geschiedenis van het Italiaanse schiereiland vlak voor, tijdens en na de Franse Revolutie. Want de ontwikkelingen in die tijd zijn niet alleen voor Italië, maar voor heel Europa van groot belang geweest. Garibaldi wordt geboren in 1807 in Nizza, het huidige Nice in Frankrijk, dat dan deel uitmaakt van het koninkrijk Piemonte-Sardinië. Piemonte-Sardinië is op dat moment een van de vele kleine staatjes op het grondgebied van het huidige Italië. Al deze staatjes die elkaar voortdurend beconcurreren, hebben een eigen bestuur en eigen dialecten die onderling moeilijk verstaanbaar zijn. Bovendien zijn grote delen in handen van de Spaanse, Franse en Oostenrijkse koningshuizen. Van eenheid is al sinds de val van het Romeinse Rijk geen sprake meer. En dat is dan al zo'n 1300 jaar geleden. Ook bestaat er nog geen nationale Italiaanse identiteit. Maar Italië staat aan de vooravond van een grote transformatie. Een paar jaar voor de geboorte van Garibaldi heeft Napoleon een groot deel van de Noord-Italiaanse staten veroverd en samengevoegd tot het Italiaanse Koninkrijk, met hemzelf als koning. Hij vormt het land naar de idealen van de Franse Revolutie. Middeleeuwse machtsstructuren worden afgeschaft, waarbij de macht van de kerk wordt ingeperkt. Er worden aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de infrastructuur en er komt algemeen onderwijs voor kinderen. Alle burgers worden voor de wet gelijk. Tot slot maakt de Italiaanse maakindustrie een bloeiperiode door. En daarvan profiteren kooplieden, zoals de familie Garibaldi uit Nizza. Maar Napoleons Italiaanse koninkrijk houdt al in 1815 op te bestaan. Na jaren van oorlog wordt Napoleon bij Waterloo definitief verslagen. Zijn overwinnaars draaien vrijwel al zijn hervormingen terug. De burgers worden weer onderdanen van de adel en de kerk. Net zoals voor de Franse Revolutie. De overwinnaars van Napoleon doen er alles aan om een nieuwe revolutie te voorkomen. Zij zien elke uiting van liberaal of democratisch gedachtegoed als een groot gevaar voor hun machtspositie. De meeste liberalen slaan daarom op de vlucht, of ze duiken onder. Maar sommigen kiezen voor actief verzet tegen de onderdrukking en sluiten zich aan bij geheime organisaties. Maar niet Garibaldi, want hij is pas 8 jaar oud. Toch zullen er in zijn omgeving velen zijn geweest die terugverlangden naar de tijd van Napoleon, de tijd van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En de kleine Garibaldi zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de opstanden en rellen van de geheime organisaties grote onrust ontketenden. Terwijl Garibaldi opgroeit, blijft het revolutionaire vuur onder de oppervlakte smeulen. Het vuur leidt op als een generatiegenoot van Garibaldi, Giuseppe Mazzini, in 1831 het manifest Het Jonge Italië publiceert. Mazzini's boodschap is simpel. Alle Italianen moeten zich bewust worden van hun nationale identiteit en van hun rol als vrije, gelijke burgers, in plaats van onderdanen van buitenlandse overheersers. Het manifest slaat in als een bom en leidt tot de oprichting van een beweging met dezelfde naam. Binnen 2 jaar telt de beweging 60.000 leden. En Garibaldi, die heeft zich ontpopt tot avontuurlijke scheepskapitein. In zeemanskroegen ontmoet hij talloze revolutionaire Italianen die op de vlucht zijn geslagen. Dat inspireert hem om zich ook aan te sluiten bij Mazzini's Jong Italië. In 1834 is Garibaldi 27. Vanwege zijn talenten als kapitein wordt hij aangesteld als marineofficier van zijn geboorteland Piemonte-Sardinië.
maar de legerleiding weet niet dat hij ook lid is van Jong Italië. In het diepste geheim bereidt Garibaldi een nationalistische opstand voor. Dat doet hij samen met andere officieren die ook stiekem lid zijn van Mazzini's beweging. Maar het noodlot slaat toe als de legerleiding hun activiteiten ontdekt. De samensweerders worden gearresteerd en velen krijgen een doodsvonnis. Ook Garibaldi wordt ter dood veroordeeld, maar hij weet op het nippertje te ontsnappen. En daar moeten we het voor nu bij laten. Garibaldi is op de vlucht en het uiteindelijke doel van de Italiaanse nationalisten is voorlopig niet meer dan een onhaalbare droom. Andere krachten zijn sterker dan het jonge Italië. Hoe dit verhaal verder gaat, zie je in het volgende deel. Dankjewel voor het kijken. Ciao. Ja, en dan zo uit beeld lopen. Ciao. Arrivederci, arrivederci, doei. Ja.